Het is vandaag 8 maart en het is groot feest hier in de openbare Daltonschool De Magneet in het Soesterkwartier in de Maasstraat. Uiteraard is Bertien Houwing aanwezig, de wethouder die onderwijs in haar pakket heeft. Daar gaan we straks even mee praten. En uiteraard met schooldirecteur Paul Bruin, die apentrots is, want zijn school is met de 100.000ste Daltonleerling vandaag in de bloemetjes gezet. De grens bereiken van 100.000 leden, dat is natuurlijk heel iets magisch. Hè? En wij vinden het geweldig dat er zoveel belangstelling is voor de Nederlandse Daltonvereniging en voor Daltononderwijs. Want wij hadden gerekend met een krimp en wat zie je? Daltononderwijs bloeit, groeit en boeit. Het is natuurlijk een feestje vandaag, 100.000 kinderen voor het Daltononderwijs. Maar er wordt ook heel hard gewerkt in het onderwijs. En eigenlijk krijgen de juffen en de meesters daar een wat te laag salaris voor. En hebben ze een hoge werkdruk. Dus daar breek ik een lans voor. Ik vind dat de salarissen wat omhoog moeten en de werkdruk wat omlaag. Wij zeggen dat er 2,7 miljard bij moet voor het onderwijs. Dat is echt fors. En daardoor kunnen we de salarissen allemaal iets omhoog zetten. Je was op een gegeven moment zelfs een beetje geëmotioneerd. Want het deed je wat, hè? Ja, het doet mij inderdaad wat. En toen ik hier voor het eerst in 1999 in Zielhorst kwam, op de achtbaan, ben ik ook in de gelegenheid geweest om daar een mooie Daltonschool van te maken, samen met mijn collega's. En toen dacht ik van, yes, dit is het. En nou ben ik weer in de gelegenheid om dat te doen wat ik mijn kinderen zou gun. Goed onderwijs, waarin al die elementen van Helen Parkhurst naar voren komen. 8 maart 2017, dat vergeet je nooit meer. Nee, nooit meer. Nee. Nee, er zijn een heleboel data die ik niet vergeet, maar dit is er zeker eens. Zeker. Ja, absoluut. Tweede Kamerleden, de wethouder, enthousiaste kinderen. Ja, zeker. Dit moet je enorm goed doen. Ja, dat is een goede start. Ja. En ik denk ook leerkrachten zeer betrokken en zeer veel enthousiasme zo van wanneer gaan we beginnen. Ja. Dus het is helemaal mooi. Succes in de toekomst. Dankjewel. Eén rechte lijn, Paul. Ja, strak hè? Heb je al geluncht? 100.000ste inwoner, onze duizend leerlingen hier in het Amersfoortse Soesterkwartier. De Magneet. Ja, fantastisch. Top hè? Ja, geweldig. Ja. Ja, ik ben natuurlijk al heel erg blij dat de 100.000ste leerling van Daltononderwijs in Amersfoort woont. Hè? En ook op een Amersfoortse school zit. Maar dat het de Magneet in het Soesterkwartier is. En dat het eigenlijk dus alle leerlingen van de Magneet in het Soesterkwartier zijn. Is wel helemaal geweldig. Fantastisch, een heel mooi resultaat. Dalton is natuurlijk een van de mogelijkheden als het gaat om keuzes die scholen hebben voor de inrichting van hun onderwijs. We hebben in Amersfoort allerlei soorten inrichtingen van onderwijs, ook meer Daltonscholen. Maar ik vind het geweldig dat de Magneet de keuze heeft gemaakt om zich te gaan richten op dat Daltononderwijs en daarmee voor de kinderen in het Soesterkwartier een nog betere school te kunnen zijn om voorbereid te worden op de toekomst. Nou, je zin op deze school? Heel erg. Ja? Ja. En dat gebakje wat je net kreeg, smaakte dat? Ja. Heb je het al op? Ja. Dat is snel. Ja, dat is heel snel. En lust je nou nog wel een boterham zo meteen? Mwah, een klein beetje denk ik. En jij dan? Smaakte die? Ja, best wel. Is het al op? En nu dan? Boterhammetje straks met kaas. Oké. Okay. Een wijk vol levendigheid met toch heel veel kinderen. En het is leuk dat, dat de school in de wijk, dat die dan lekker groeit. Ja. Ik weet uit eigen ervaring, want ik heb zelf ooit voor de klas gestaan, dat het geven van les op een school, dat heel intensief is. Dat heel veel vraagt van de leerkrachten op die school. En dat moet goed beloond worden. Maar niet alleen moet dat goed beloond worden, als het gaat over de voorzieningen, de faciliteiten die er op scholen zijn. Dan is het ook van groot belang dat daarvoor gezorgd wordt. Er zitten al zoveel elementen, ook hoe die kinderen meegaan, hoe ze dit meenemen, hoe de collega's hier heel enthousiast bezig gaan om een nieuw concept. Want het vergt een aantal iets van de medewerkers die hier op school zijn. Maar als je met zulke enthousiaste kinderen gaat werken, dan gun je toch die kinderen de beste ontwikkeling.